Het directoraat cultuur bestond gisteren 41 jaar. Directeur Roseline Daan en onderdirecteur Clifton Braam hebben besloten dat er vanaf nu jaarlijks zal worden stilgestaan op de jaardag van het directoraat. Braam zei tijdens de ceremonie dat er op 15 augustus sprake moet zijn van erkenning van de Surinaamse cultuur. Het moet ons iedere keer eraan herinneren, ook als er momenten zijn bij Oefentak. Asangnego, ik wil opgeven. Dan Lugugwa Lokdo, dat we Sjaafragan en we dat nee. We doen het voor Suriname. En dat niet alleen voor nu, maar we doen het voor later. Voor ons nageslacht. Als wij later niet meer hier bij cultuur zitten en we pensioneren en we defoeren, moeten anderen kunnen zeggen. Maar wat zij hebben achtergelaten. Want dat was ook de drijfveer van mij toen ik gevraagd werd om hier te helpen. De drijfveer was ook die goeroes van mij die ook hier hebben gearbeid. Braam zegt dat middels het eerbetoon zowel beleidsmakers als de rest van de burgerij duidelijk erop worden gewezen hoeveel wij onze cultuur moeten waarderen. Volgens Daan is er sprake van groei voor wat betreft de interesse in deze branche. Overigens, opmerkelijk is het wel dat iemand ting volgend jaar, vorig jaar, bij Awamtje ook over Awamtje in dansie. En toen waren er iets wat minder mensen dan vandaag hier aanwezig is. Dat betekent dat die waarde en de erkenning van de belangrijkheid van deze dag onderschreven wordt. Daan is van mening dat zij individuen heeft zien groeien in de kunstsector. Het is volgens haar de bedoeling dat al deze mensen een team moeten vormen om te werken aan de verdere ontwikkeling van deze sector.